Hallo en welkom bij een nieuwe video van Caro's Kaartjes. Vandaag wil ik jullie laten zien hoe je dit kaartje kan maken. Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van de note cards, standaard note cards en envelopes van Stampin' Up. Deze note cards komen al met een mooie rail line, dus je kan eigenlijk heel snel aan de slag. En ze zijn er in deze crumb cake kleur, kraftkleur en in Whisper White. En ze zijn net eigenlijk even iets kleiner dan het kaartje wat wij gewend zijn. Maar ik vind dat juist wel. Ik vind het een heel leuk formaatje. Dus vandaar dat ik met deze kaart aan de slag ben gegaan. En daarbij zijn ze natuurlijk hartstikke handig. Want je bent in één keer klaar. Kijk, want je vouwt hem. En je hebt gelijk je kaartbasis. Hierop heb ik een mat van Coastal Cabana. In 4¼ bij 2¾ inch. En dan heb ik zeg maar 1/4 eraf gehaald. En dan heb je een stukje Whisper White van 4 bij 2½. Als je dus van 4¼, 1/4 afhaalt, heb je 4. En 2¾ is 2½. En dan heb je zo een perfecte rand voor je witte kaart. Je basiskaart. Oké. Dan ga ik beginnen met de witte basiskaart. Hierop ga ik de tekst stempelen van You Brighten My Day. En dan wil ik dit tekstje gebruiken. En ik wil eigenlijk alleen het tekstje gebruiken en niet dat randje. En hoe ga ik dat nou doen? Hiervoor heb ik mijn Stamping Right marker. En dan is het heel handig om met de marker zo, ik hou hem een beetje schuin, dat hij niet terecht op de punt, want dan gaat je punt naar de Filistijnen, dat willen we natuurlijk niet. En dan kan ik zo die lettertjes inkleuren met mijn marker. En zo kan je dus ook, als je verschillende kleurtjes wil, verschillende kleurtjes gebruiken. In dit geval wil ik hem gewoon zwart. Even voor de zekerheid nog de rondjes nalopen. Zo. Dan doe ik mijn marker dicht. Ik ga er even op blazen met mijn adem. En dat doe ik om de stempel dan weer vochtig te maken, zodat hij mooie afdruk geeft. En ik stempel hem voorzichtig op het papier. Zo, dat is één. Dan pak ik de stippeltjesstempel van de Gorgeous Grunge. En hiermee ga ik in crumb cake eerst afstempelen op mijn papier. En dan ga ik zeg maar die achtergrondspettertjes maken. Zo. En dat doe ik eigenlijk gewoon een beetje willekeurig. Maar dat het niet helemaal zo wit is. Want dan komen die bloemetjes, die witte bloemetjes niet zo mooi uit. Ja, een beetje nog hier. Zo. Nou. Dan leg ik mijn inkt en mijn stempels aan de kant. Ik pak mijn mat erbij. En ik. Mensen die mij kennen, die denken: hé, wat doet ze nu? Want ze zijn gewend van mij dat ik eigenlijk pas helemaal aan het eind alles in elkaar zet. Maar in dit geval doe ik het nu. Zo. En dan heb ik even 3D blokjes nodig. Even kijken waar ik ze heb gelaten. Oh ja. Hier. De dimensionals. Ik vind deze dimensionals heel fijn, omdat ze
zo hoekig zijn en je kan ze ook doorknippen, dat je kleinere stukjes makkelijk kan verwerken. Zo. Dat was eigenlijk een van de eerste dingen die ik meteen van Stamping Up ging gebruiken. En dan plak ik dit zo hierop. Zo. Nou, dan zien jullie al, het wordt al een beetje wat, hè. Dan heb ik nog met het bloemetje uit het Itty Bitty Punch Pack. Dit is een punch pack dat komt met drie vormpjes. Een sterretje, een hartje en dit bloemetje. Heb ik wat bloemetjes uitgeponst uit Whisper White papier. Zo. Hopsie. En daarvan ga ik nu wat bloemetjes omkrullen. Dat pak ik voor even mijn prikmat. En een prikpen. En dan heb ik er 1, 2, 3, 4 heb ik er. En dat doe ik dan gewoon op met de achterkant van mijn prikpen. Prik ik even in het midden van dat bloemetje. En dan gaan ze een beetje bol staan. En dat is precies wat ik wil. Optie. Dan pak ik een beetje Tombow lijm. En ik wil er hier ongeveer 1. Hier 1. Hier 1. En hier 1. En dan leg ik die bloemetjes voorzichtig erop. Dat kan je met een pincetje doen als je dat wil. Of heel voorzichtig, gewoon zo. Ik ben nog niet zo gewend aan mijn pincetje. Dus ik doe het even zo. Zo. Nu heb ik ook nog twee onderliggende bloemetjes. Dus die ga ik ook eventjes opplakken. Ik doe een klein beetje Tombow aan de onderkant. Zo. En dan schuif ik hem zo een beetje onder. Zo. En oh, dat doe ik met deze. Oh, dat is een beetje veel. Als je nou heel veel hebt, gelijk wel even laten zien, dan zit er aan deze kant zit een veger. En dan kan je zeg maar het een beetje uitvegen. Deze kant kan je ook gebruiken als je een groot stuk moet lijmen. Want er zit ook een gaatje in waar de lijm ook uitkomt. Maar voor hele kleine stukjes kan je beter de bovenkant gebruiken. Die plakken we er ook even tussen. Nou, dan hebben we hem al bijna helemaal klaar. Moeten we hem nog een beetje gaan versieren. Ik heb... daar ga ik mijn pincet. Ik heb hiervoor de Perfect Pearls gebruikt. En deze heb ik gekleurd met Coastal Cabana, de donkere marker van de Coastal Cabana Blendabilities. En als je die kan het wel even met een parel laten zien. Als je die gaat kleuren, dan zie je wel. Gaat heel makkelijk. En dan hoe vaker je er overheen gaat, hoe donkerder het natuurlijk wordt. En dan laat je hem even drogen. Want het is wel alcoholbasis, maar op die pareltjes moet het toch wel eventjes drogen. En dan kan je ze daarna... kan je er met een pincetje zo afhalen. En zo je kaart versieren. En dan is het ook wel weer heel leuk, want dan matcht het ook weer met Coastal Cabana papier. Daar houden wij natuurlijk wel van. Dat alles zo mooi bij elkaar past. Oops.
eentje hier. Zo. En dan doe ik ook nog eentje hieronder. Ik ben nog niet zo handig met dat pincetje, dat zie je wel. Helene die doet dat altijd zo heel handig. Dus ik dacht, laat ik dat ook eens proberen. Het vergt toch enige oefening. Maar ik moet zeggen dat het wel fijn is voor hele kleine stukjes. Zo. Nou, en dan heb ik nog één klein accessoire. Daarvoor heb ik het Bermuda Bay Sequence Lint nodig. En hier haal ik dan wat van die sequence af. Zo. En die plakken we er ook op. Eentje hier. Eentje hier. Gewoon een beetje willekeurig. En nou, laten we er één hier doen. Zo. Eentje in dit dotje lijm. Doe het maar. Zo. En eentje in deze. Zo. Zo. En dan laat je het even drogen. En dan is je kaartje klaar. Zo heb je dus twee leuke kaartjes. En als je dan helemaal los wil gaan, want ik vind eigenlijk een envelopje hoort er ook bij. Dan kan je met de pictogram puntjes set. Daar zit zo'n leuke, zitten leuke bloemetjes ook in. Van dezelfde bloemetjes van het ponsje. En dat past dus ook weer allemaal leuk bij elkaar. En dan heb je een heel leuk setje. En zo heb ik een heleboel van die kaartjes gemaakt. Mocht je nou nog extra wat willen toevoegen, dat je hem toch nog wat kaal wil, kan je eventueel een prikrandje erin maken met de prikpen en de prikmat. Maar eigenlijk vond ik hem zo wel leuk genoeg, dus ik heb hem zo gelaten. Nou, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een leuk kaartje vonden en dat jullie het eens na gaan maken. Tot de volgende keer. Tot stempels.